We maken kennis met Rinus Jacobs in een van de laatste smederijen van Nederland. Kijk, die amers, die heb je nog nooit gezien, hoor. Nee, dat... Zie je het? Die heb ik daar nog nooit van gehoord. Nee, dat is een klauwamer. Ja, oké. Maar dit is een hele oude schoenmakersamer. Maar hier heb je een hamer voor plaatwerk en koperslagerswerk. Maar dit zijn originele bolhamers. Kijk, zie je het? Dat zijn mooie hamers. Heeft u dit nou altijd gedaan? Altijd. Al mijn broers waren koperslager, plaatwerkers. Ja. Maar het is heel jammer dat mijn vader daar is. Die is eerste steenhouwer van Rotterdam. Die heeft het stadhuis binnenin gemaakt. Waar die mensen nou trouwen. Heeft mijn vader als marmerbewerker allemaal gemaakt. Daar. Was de eerste klasse. Was Jan, kom alsjeblieft. Want het gaat helemaal niet goed. Moest je maar weer gaan werken. Was die man al 65 jaar oud. En hier stond ik op te smeden. Daar vuur. En nou ja, hier heb je nog wat spullen. Ik heb hier een rek met nodige voorraad. Maar er is wel een hoop weg. Want ik moet zachtjes aan afbouwen. Ik vind het wel jammer. Zie je, daar heb ik nog wat oude hamers, stratenmakers, hamers en van alles en nog wat. Dat is een hamer. Dat deze vroeger de dijken mee maken. Kijk eens eventjes. Ik geloof dat het ding zo wat een kilo of 5 of 10 weegt. En hier heb je ook een hamertje voor de metselaar. Stratenmakershamer. Zie je het? Dat is leuk, maar dat zie je niet meer, joh. Gaat allemaal weg. Zou u het wel willen leren aan iemand anders? Maar niemand wil het leren. Ik wel. Maar dan verdwijnt het hele beroep. Ja, dat zonder meer. Dat is al heel lang aan de gang al. Koperslagers zijn al weg. Hé? Ja. Dan zie ik er allemaal boten. Wat is daar het verhaal? Ja, daar ben ik helemaal gek op. Dat is een opa van mij, dat is de burgemeester van Rotterdam geweest. Jacobs. Hij zei 1700. Dat is burgemeester Peper, die zit bij mijn... te lachen en een kopje koffie te drinken. Dat is een bootje wat ik gemaakt heb. En dat is een bootje met mijn broer samen gemaakt heb hier. Een vletje. En die boot die komt uit Zeeland vandaan. Dat is een oud werkschip van een ingenieur van de Berg. Uit Zeeland. En een vriend van mij. Ja, maar ik kon in de oorlog kon ik niet meer naar de zeeverschool. Want dat mocht niet van mijn vader. Hij zegt, dan ga jij in die eenmansduikbootjes. Word je geduwd. En dan zien we je nooit meer terug. En die man heeft gelijk gehad. Want er werden ook vrienden van mij in die eenmansduikboten geduwd voor die andere schepen te torpederen. Ja, dat is heel jammer. Kijk nou. Ja. Er wordt hier een verzetsgroep opgericht. Nee. Nee, dat zijn zwaarden. Of degens. Die zijn zo te koop. En dan kan je zo mooi boven de schouw hangen, zie je het. Heb ik helemaal met de hand gemaakt. Dat is plaatwerk en torsen en mooi drijven. Dat is mooi werk, dat wordt niet meer gedaan hoor. En dat gaat prima. Als je dat ding voelt, hoe lekker dat in de hand ligt. Ja, dat ga ik natuurlijk even doen hè. Voel je het? Kijk, dan staan ze zo. Staan ze anderhalf op de rug. Allee! Ja. Ik vind het maar gevaarlijk hoor, dit. Nee, dat een waterhandelaar heeft. Dat is allemaal smeetwerk. En daar hangen lampen aan het plafond. Die heb ik ook met de hand gemaakt. Dat is echt smeetwerk. Dat is een prachtige lamp, daar ben ik nog mee bezig. Die is nog niet klaar, deze.
Want die daar hangen, die zijn klaar. Dat is, Krijg je nog veel opdrachten? Nee. Nooit. Waar leef je nou van? Ja, van iemand die toevallig hier loskomt. Kleine dingetjes. Doordat ik zo weinig huur hoef te betalen en zo. En zelf heel zuinig doet. Kan ik het nog volhouden, maar anders zou ik het niet vol kunnen houden. Nee, dat is heel jammer, maar je moet, op de duur moet je toch op een houtje bijten. Want ze zeggen wel eens, er is geen armoe, maar ik weet wel beter hoor, hier in die straat en alles nog. Nou, ja, want dat echt die loden die je zou moeten berekenen van 60, 80 gulden per uur, dat moet ik eerst nog wel eens zien hoor. Bedankt voor het gesprek en ik hoop dat het allemaal goed afkomt. We rennen maar lekker door. Hier ben ik gelukkig.